Hallo, welkom bij deze videoreview van bdashop.nl. Deze keer gaan we het hebben over een variëteit aan screenprotectors. En ik ben hier omgeven door alle screenprotectors die wij in ons assortiment hebben. Het is sowieso dus even handig om stil te staan bij elk verschillende soort screenprotector. Om te kijken wat je ermee kan en wat je precies als extra eraan hebt. En uiteraard is het ook nuttig om te gaan laten zien hoe je zo'n screenprotector het beste kunt bevestigen. De ene is er misschien heel erg goed in, de andere misschien wat minder. Dus wat is nou de beste manier? Dat ga ik jullie laten zien. Laten we beginnen met de verschillende soorten screenprotectors van pdashop.nl. Allereerst hebben we hier de traditionele Brando screenprotector. Dit is een screenprotector die je een wat dikker laagje over je scherm heen legt. Hij is ook wat mat van materiaal. Dat zorgt voor een anti-reflecterend effect en het... Screenprotector is daardoor ook wat minder gevoelig voor vette vingers. Dus wat dat betreft is het een zeer aan te raden product. Dit is in feite dezelfde screenprotector, alleen een ultra clear variant. Dus deze is ook van Brando. Ultra clear screenprotectors hebben een transparantie van 99% en zijn volledig glossy. Dus het is een screenprotector die... eigenlijk weinig afdoet aan de kwaliteit van je scherm en wat gladder is van oppervlak en daardoor misschien wat gevoelig voor vingerafdrukken. Dan krijgen we de zogeheten secret screen protectors. Het is in principe gewoon een screen protector, alleen er zitten microscopische lamellen in waardoor je onder een korte hoek al direct niets meer op je scherm kunt zien. Iets wat we straks eventjes in het echt laten zien. Een mirror screen protector, in principe ook gewoon een screen protector, alleen met een spiegellaag erin. Dus op het moment dat je schermpje uitstaat, is het een echte spiegel. Dat is vooral voor de dames handig, die kunnen dan even snel hun make-up checken in het schermpje van je toestel. Een MCA universele screen protector. Dit is een velletje met een formuliertje eroverheen met ruitjes, zodat je makkelijk de juiste maat kunt afbakenen en kunt afknippen. Zodat je met deze screenprotector heel makkelijk zelf een screenprotector kunt maken voor toestellen waarvoor hij bijvoorbeeld nog niet op maat voorhanden is. En tot slot, niet echt een screenprotector, maar meer een bescherming voor je hele toestel, de wereldberoemde InvisiShield. Voor elk toestel heb je er vrijwel eentje tegenwoordig. Je kunt heel simpel alle verschillende folietjes die op maat zijn met een speciale applicatievloeistof op je toestel bevestigen, waardoor je toestel aan alle zijden met een heel dun transparant laagje beschermd is. Dit is even een korte demonstratie van de Secret of Privacy Filter. Deze iPhone die heeft hem erop zitten en deze iPhone heeft een gewone screen protector. En je kunt heel goed zien als je ze naast elkaar houdt en je keert ze dat bij deze het scherm nu al op zwart gaat en je bij deze nog steeds kunt meelezen. Dus dit is het effect van deze screen protector. Dit is de mirror screen protector, oftewel de spiegel screen protector. En het is hier heel goed te zien. Op het moment dat je toestel aanstaat, dan kun je gewoon zien wat er op je schermpje gebeurt. En op het moment dat je je toestel uitzet, dan is het gewoon echt een spiegel. Dit is de MCA Universal Screen Protector. En wat je dan krijgt is een velletje met een aantal hokjes erop. Zo kun je op maat je screen protector maken. Dat is handig voor toestellen waar er nog geen specifieke screen protector voor is. Of voor toestellen waar er helemaal geen screen protector voor is. Zoals bijvoorbeeld een digitale camera of een bepaald soort navigatiesysteem. Gewoon een kwestie van knippen en je hebt je specifieke screen protector. Verder zit hier een doekje bij om je scherm en de protector te reinigen en een zogeheten applicator waarmee je de protector glad kunt strijken om eventuele luchtbelletjes eronder vandaan te halen. En tot slot nog een extra, want dit is een double pack. Dit is de Brando Ultra Clear Screen Protector voor de HTC Hero en hier hebben we de HTC Hero, dus we gaan hem eventjes op de Hero bevestigen. Deze Ultra Clear Screen Protector die heeft twee lipjes, een nummertje 1 en een nummertje 2. Het nummertje 1 is om de plaklaag te verwijderen of om de folie die over de plaklaag heen zit los te halen. En nummer 2 haal je als allerlaatste eraf, want dat is de bescherming van het uiteindelijke protectorlaagje. Dus we halen als eerste nummer 1 voorzichtig eraf. Dus de plaklaag bevindt zich hier aan de onderzijde.
En dan is het een kwestie van zorgen dat de hoekjes gewoon goed gealigned zijn. En je laat de protector vervolgens heel rustig vallen. En tot slot haal je het laatste laagje weg. Op het moment dat je een luchtbelletje hebt, of er zit een stofje onder het scherm na het bevestigen van de protector, dan kun je die eenvoudig met een plakbandje omhoog halen en een ander plakbandje eronder steken om vervolgens eventuele stofjes of kleine dingetjes die onder de protector zijn blijven steken te verwijderen. Iets wat we hier straks eventjes laten zien. Hier zie je de HTC Hero waar we zojuist die protector opgeplakt hebben. En daar is een klein luchtbelletje onder blijven steken omdat er ook een stukje stof zit. Dus ik ga je even laten zien hoe je dat het beste kunt tackelen. We nemen de plakbandrol met twee stukjes plakband. En het is in principe heel simpel, want je legt een stukje plakband in een hoekje. En daarmee kun je dus de protector weer omhoog halen zoals je ziet. En eigenlijk is het dan een kwestie van voorzichtig omhoog halen zodat er niet meer stof onder komt te zitten. En dan met een ander plakbandje het stofje wat onder het scherm steekt weg te halen. En de protector dan weer rustig te laten vallen. Dan pakken we even het doekje om de vlekjes weg te halen. En zoals je ziet, het belletje is helemaal weg. Dus, jullie hebben gezien, er is altijd een screen protector voorhanden om het toestel op jouw manier te beschermen. We hebben de mirror screen protectortjes voor de dametjes die ook af en toe een spiegeltje bij zich willen hebben als mobiele telefoon. We hebben de ultra clear screen protectors voor iemand die gewoon een vrijwel onzichtbare screen protector wil hebben. En we hebben natuurlijk die InvisiShields die behalve het scherm het hele toestel beschermen. Al deze screen protectors zijn natuurlijk te krijgen op pdashop.nl en bij elk toestel kun je de accessoireknop screen protectors gebruiken om te zien welke screen protector er is voor jouw toestel. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer.